Yo mensen, ben je op zoek naar de goedkoopste FIFA 16 coins voor het team of the season? Ga naar vivacoinsfc.com voor een supersnelle levering en als er iets fout gaat is er een Nederlandse klantenservice die je kan helpen. Gebruik daarnaast de code DNPNL, dan krijg je 5% korting en heb je tijdens team of the season extra kans op Messi in je pack. Ja! Hallo mensen, Koen van Opgesnel met vandaag weer een nieuwe video voor jullie en vandaag ben ik hier met een nieuwe Ronaldo's Roulette. En dat rijmt gewoon. En ik weet niet of ik dat altijd zeg, maar ik bedenk nu ineens dat dat rijmt. We zijn hier met een nieuwe Ronaldo's Roulette. En we gaan natuurlijk vandaag weer gewoon een leuke aflevering van maken. We hebben de vorige aflevering weer meer dan 10.000 likes gehaald. Meer dan 11.000 likes gehaald zelfs. En jullie weten hoe het werkt. Als we deze video meer dan 8.000 likes halen, mogen we de volgende aflevering weer beginnen met het speciale bord. Als het BUVA-team ons zien uitkomt, wat volgens mij volgende week vrijdag is. Anders die week erna, ik weet het niet precies. Dan zullen de spelers erbij komen en dat wordt echt super awesome. Dan wordt het nog meer kleuren bij dit mooie speciale bordje. Dat zou natuurlijk helemaal geweldig zijn. Maar vergeet de video dus zeker niet te liken. 8000 likes mogen de volgende aflevering hier ook weer aanschuiven aan de speciale tafel aan het begin van de aflevering. Als er 2000 likes staan, de bronzen tafel, 4000 de zilveren tafel en 6000 de gouden tafel. En ben je dan nog niet geabonneerd op mijn kanaal, dan kan je beneden. En als je abonneert, blijf je op de hoogte van weer een nieuwe video upload. Helemaal toppie. In ieder geval, we hebben natuurlijk weer een fiche zoals altijd. En het fiche komt op nummer... Ik vind het echt slecht. En het fiche komt op nummer. En het fiche komt op nummer. Jezus Christus. Het fiche komt op nummer. Nee, ik kan het niet meer. Waarom heb ik down? Oké. Het fiche komt op nummer. 1, zoals je kunt zien. Want deze comment van Luke vond ik erg leuk. En die comment komt nu in beeld. Daar is de comment. Heerlijk commentje. Heerlijk commentje. Helemaal niks mis mee. Nummertje 1. Hopelijk gaan we op nummer 1 komen. Dat zou hartstikke nice zijn. In ieder geval, laten we maar gaan spinnen. En hopelijk kunnen we een beetje lekker spelen krijgen. De vorige aflevering was er iets helemaal fout gegaan. Want per ongeluk was er 2 keer Trashoras en 2 keer rechtsback die op het bord stonden. Dat is nu gefixt, zoals jullie zien. En hopelijk gaan we wat goeds krijgen. Dus laten we maar gaan spinnen. En daar gaat hij dan. Let's go. Oh, spannend. Spanning en sensatie. Niet op 0, alsjeblieft. Kom maar op 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Dat is geen 1, hè? Nee, jammer, het is 7. Oh, en nummer 7 is bijna. Echt, het scheelt echt niks. Bijna Williams. Maar het is niet Williams. Het is een zilveren van Malaga. Geen idee wie het is. Het is Anor. Anor. Alleen, ik heb geen idee of Anor een beetje goed is. Jullie zien zijn stats natuurlijk al in beeld. Ik nog niet. Ik zie stappen als ik hem koop. Anor. Hij heeft wel een lekker naampie. En de rest mid is op zich prima, want die had ik nog niet. Dus daar kan ik op zich wel mee leven. Niks mis mee. In ieder geval, laten we maar naar het eerste potje gaan. En hopelijk is Anor een beetje een goede speler. Let's go. Oké mensen, zoals jullie zien heb ik nu Anor, Juan, Pablo Anor. En hij kostte mij 14,5k. Hij is niet zo heel lekker. En zijn stats zijn ook niet zo heel erg goed. Maar in ieder geval hebben we nu wel rechts buiten. We hebben nu Gamero in de spits gezet. Perez is naar de bank verwezen. We hebben nu 1, 2, 3, 4 spits op de bank. Ze zijn eigenlijk allemaal kak. Dat is niet waar, Perez is wel goed trouwens. Maar Gamero, die ga ik even uitproberen, dat is hartstikke lekker. Het team ziet er nu zo uit, laten we maar het eerste potje gaan. Hopelijk gaan we scoren met Ronaldo, zodat we een lekker ratje mogen draaien. Let's go. Oké, we hebben een tegenstander gevonden. Hopelijk is hij een beetje kak. Het zou fijn zijn. Oké, dit is zijn team. Op zich een best goed team. Ja, wat is het voor team? Een hybrid tussen Serie A, BPL en Ligue 1. Op zich wel leuk. Veel Fransen, veel Belgen en 1 Engelsman en een Tsjech. Boom. Uitstekend. Dat is goed. Ja, dat is gewoon goed gezegd van mij. Goed gedaan. Neem natuurlijk niet weg dat we deze wedstrijd gewoon moeten winnen. Dus let's go. Even winnen deze wedstrijd. Ronaldo meteen. Oh! Nee! Eén ding is natuurlijk wel zo. Door mijn examens heb ik echt geen tijd gehad om FIFA te spelen. Dus dit is mijn eerste potje in... een week. Zoiets. Ja, niet zo mooi. Maar maakt niet uit. Dat maakt mij eigenlijk meestal niet zo heel veel uit. Meestal speel ik mijn eerste potje na een lange tijd afwezigheid best. Echt zo. Nee! Winnen. Oh! Tussen. Lekker, lekker, lekker! Doe het! Hallo? Ja, jongens toch. Oké, Ronaldo. Oh, 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 oh. Oh, Ronaldo. Oh, even de paal. Bing. Voor mij ging via de paal. Via Tsjech naar de paal. Jammer. Gaia, lekker jongen. Gaia is zo goed, hè. Oh, dat is Gaia goed, hè. Oh, Gaia. Kom op, Ronaldo, kom op. Ah. Oh, 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 oh. Wat is helemaal goed gedaan, hoor. Ah, nog. Maar toch jammer. Ronaldo, doe maar schieten. Ronaldo. Oeh. Best slecht schot. Maar wel hard. Maar niet echt in de hoek of zo. Ronaldo. Die schiet hem gewoon binnen waarschijnlijk. Hop. Oh, jongen, wat een pech. Wat een pech. Dat was een heerlijk fijn tapje geweest. Heerlijk fijn tapje geweest. Maar laatst. Kom maar, Ronaldo. Oh, Ronaldo. Oh, Ronaldo. Oh, over. Hoe schiet je dat nou over? Tyfus ventje. Nee, ik ben gerekt. Oh, lekker. Gaia is zo goed. Gaia, echt. Ben ik blij dat ik die heb. Kom op. Nee, geen daarop, Ronaldo. Nee. Oh. Nee. Jongens, jongens, jongens. Slaat nergens op dit. Slaat nergens op. Dit is echt een grot goal, hè. Ah.
Ronaldo, schiet maar. Ja, ja! Oh, ik dacht dat hij erin ging. Oh, kak. Ik word alleen maar neergezaagd, jongen. Ronaldo wordt alleen maar neergezaagd. Ja, ze kan ik nooit scoren. Hé, hey, Mallo. Lekker, Mallo. Nee, rust. Mensen, is rustig. Ik sta 1-0 achter. Kak. Dus wat is dit nou weer? Ja, nu is hij dus gerezen. Wat moet ik nou doen? Nu is hij gerezen. Wat moet ik nou doen? Ik vind het heel kut. Het is namelijk 50 minuten. En ik had misschien wel goals gescoord. Ja, nee. Ik heb de afspraak gemaakt. En ik moet er ook een keer nakomen. Als de tegenstander lief, dan mag je gewoon plus 1. En ik had brons. Dus dan heb ik zilver. Zilveren tafel is wel kak, hè? Misschien een doelman of zo. Ik weet niet of een doelman op het zilveren bord staat, überhaupt. Maar, dit is wel jammer. Dit is jammer, ben ik heel eerlijk in. Dit is jammer. Maar ik moet ook een keer aan de regels houden. En niet weer opnieuw een potje doen. Want hij is gewoon geliefd. Nou, hij is niet geliefd. Gewoon disconnect. Echt heel kut wel trouwens. Nou, zilveren tafel. Zilver kak. Maar maakt niet uit. Ook leuk. Zilver leuk. Ja. Oké, mensen. Zijn we weer met de zilveren tafel? Volgens mij is hier ook iets fout gegaan. Want hier zit ook geen één keeper. Dus dat lijkt me toch wat raar. Oh, maar dit is wel kut. Daar heb ik sowieso dus een slechte speler hierin moet. Hopelijk dan een centerback. Want dat is nog een beetje goed. Want die heb ik nog wel enigszins nodig. Maar de rest is eigenlijk allemaal downgrade. Oh. In ieder geval, laten we maar gaan spinnen. Ja, we kunnen er lang over gaan praten, maar we kunnen beter gewoon gaan spinnen. Hoppakee. Kom op, alsjeblieft. Geen was goed. Ja, en ik weet niet wat ik nummer goed is. Ik heb echt geen flauw idee. Oh, weer bij een nul. 32. Oh, dat is Mastour. Mastour is wel een goede speler. Dat is ook wel een talent. Dat was een ziek groot talent op FIFA volgens mij vorig jaar. Dit jaar valt volgens mij wel mee. Volgens mij komt hij van AC Milan, of niet? Dat weet ik niet zeker. Volgens mij is hij uitgeleend aan Malaga vanaf AC Milan. Of verkocht, weet ik niet. In ieder geval, Mastour, leuk spelertje. Vind ik prima. Misschien heeft hij nog wel 5 skills zelfs, weet ik niet precies. Prima speler. Mensen, weet je wat wel grappig is? Mastour die heeft 16 defending. 16. Even kijken, heeft hij 5? Ja, hij heeft 5 skills. Duimpie. Jongens, dit is echt Illuminati. Mastour is op precies dezelfde dag geboren als ik. Ik ben ook op 15 juni en ook in 1998 geboren. We worden op de ijzer van 17, we worden dus op dezelfde dag 18. Duimpie voor Mastour, duimpie. Dat is echt fucking leuk. Ja, ik heb geen ander woord voor. Gewoon een 5-star skill die op dezelfde dag jarig is als ik. Een 5-star skill die op dezelfde dag jarig is als ik. Eigenlijk zijn we nu een soort van tweeling eigenlijk. Toch, als je zo bekijkt. Waarschijnlijk kan ik iets beter voetballen, heb ik iets meer skills, maar voor de rest op dezelfde dag jarig. Ongelooflijk. In ieder geval laten we maar een potje gaan spelen. Mastour gaat mijn team niet meer uit. Tenzij hij echt heel slecht is. Let's go. 16 defending is wel heel laag, hè? Met een gekke shirt, joh. Met allemaal te gare tijgers erop. Oké, en dit is mijn tegenstander. Ik vind het bijna zielig. Dit wordt echt een easy win. Oh, let's go. Hij heeft wel een leuk team. Met een paar van die Algerijen erin. Leuk teampie. Niks mis mee. Maar ik ga hem wel pakken. Sorry. Maar dat je zo'n team maakt, getuigt wel van het feit dat je op zich wel een beetje kennis hebt van FIFA. Dus misschien is het wel goed. Kom op. Ronaldo, schiet maar meteen, jongen. Schiet maar meteen! Oeh, goed schotje. Niks mis mee. Ronaldo! Nee, echt heel slecht. Ho! Jezus, wat een redding. Die keeper is wel slecht. Ik moet echt een nieuwe keeper. Als ik een nieuwe keeper heb, ben ik helemaal onverslaanbaar. Ja, ja, rennen, jongen. Rennen. Oh, heerlijk. Ronaldo, blijf niet zo achter staan, jongen. Wel heerlijk balletje. Oeh. Ronaldo. Uitstekend, Ronaldo. En dan terug. En dan helemaal verneukt. Nee! Mastour heeft trouwens nog geen bal aangeraakt. Nee. Schiet hem naast duimpie. Nee. Ja. Ronaldo. Schiet nou. Oh mijn god. Dit kan toch niet, jongen. Ja, nu neem ik hem weer met Ronaldo. Ik moet dat echt instellen. Maar ik vergeet het gewoon iedere keer. Mensen, laat alsjeblieft achter in de comments dat ik mijn cornernemer moet veranderen. Ik word daar echt scheidsziek van. Maar ook niet een beetje scheidsziek van. Echt flink scheidsziek. Kom op, Ronaldo. Tik binnen. Dit is niet Ronaldo. Dit is Anor. Oké, we staan 0-0 bij rust. Echt een hele saaie wedstrijd. Hopelijk lief je niet, zoals de vorige. Want ik wil nu toch wel even een paar keer scoren. Dan moet dat in de tweede helft gebeuren. Jongen, haal die fan neer, jongen. Nee, niet zo neerhalen. Nee, zo bedoel ik het niet. Oh, geen rood, alsjeblieft. Nee. Ach, joh, beter. Duimpie. Gamero. Ja, kom Ronaldo. Schiet hem binnen, alsjeblieft. Ronaldo, let's go. Eerste goal, heerlijk. Oké, in ieder geval de zilveren tafel. Goed gedaan. Geweldige loopactie door Gamero. Geweldige paas ook. Uitstekend doelpunt. Lekker, blij mee. Let's go, 1-0. Duimpies. Ronaldo! Oh! Dit is een. Hij paast hem even terug en zeker bij het spel nu. Oh, niet. Oké, beter. Dat is geen Ronaldo, dit wel. Hop. Ronaldo op de volley! De lat. Oh, dat was een heerlijk schotje, maar op de lat. Ja, lekker. Ronaldo, hey, ref. Ja, dat moet er een kaartje zijn. Moet er een kaartje, kan niet anders. Dank u. Wegwezen. Nee. Ik wil niet dat je zeurt. Wegwezen. Yo, ik ga hem tot door het midden erin knallen, jongen, je wil niet weten. Boom! Oh, ziet hij me over. Ik dacht echt, die gaat echt in de kruising. Helaas. Jammer. Zo, die Mastour kan er niet veel van. Die heeft ook echt het strength van een, ja, niet. Er is gewoon geen strength. Nee. Jongens, toch is het 1-1. Het staat echt nergens op. Nou, mensen, het is 1-1 geworden. Jongen, wat een kakzooi.
Ik had 5 schoten goal, hij ook. Ja, ik kan wel deels zielig gaan doen, maar dat is het helemaal niet. Wat een saaie wedstrijd. Oh ja, komt er weer verlenging, maar dat moet ik lieven. In ieder geval zilveren tafel opnieuw. Weertje heel goed. Ja, slechte aflevering. Slechte aflevering, jongens. Oeh, maar ja, die zit er ook dus helaas. Oké, mensen, daar zijn we dan bij de zilveren tafel. En dit gaat hem worden. Ik voel het. Welk nummertje zou het fijn zijn? Een centerbackie heb ik al nodig. Dus een centerbackie, als je dat kan geven, nummer 33 zou echt uitstekend zijn. Die is ook voor mij nog best snel, die van Barça. Oké, laten we maar gaan. Laten we maar gaan draaien. Ik ben benieuwd wat gaat het worden. Kom op, geef maar alsjeblieft het goeds. En dan gaat hij dan. Hoppakee. Geef me wat lekkers. Kijk, nummer 1 hoeft van mij nu niet per se. Want daar heb ik niet zoveel aan. Ben ik gewoon eerlijk in, daar heb ik niet zoveel aan. We krijgen niets meer dan nummer 18. Nummer 18 is centerback. Yes! Van Atletico. Ik heb geen idee hoe die heet. Even opzoeken. Het is Hernandez. Die gaan we toevoegen voor de volgende aflevering. We hebben in ieder geval 2 centerbacks. Let's go. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, mensen. Als je hem leuk vergeet video, dan zeker niet te liken. 8000 likes zouden super nice zijn. Dan mogen we de volgende aflevering weer aanschuiven. Aan de speciale tafel. Wat echt super nice zou zijn. En zeg ik eigenlijk weer graag om in de volgende keer. Ik zeg doei. Later.